DNA-vergadering wegens gebrek aan quorum vandaag. Waarheidscommissie besproken in speciale sessie DNA. En Guyana ondersteunt resolutie tegen seksueel gegronde discriminatie niet. De speciale bijeenkomst die DNA-voorzitter Jennifer Simons vandaag had uitgeschreven, heeft wegens gebrek aan quorum niet meer plaatsgevonden. Rond 2:00 vanmiddag was de DNA-voorzitter genoodzaakt om de vergadering te verdagen naar volgende week. Het was de bedoeling dat de regering het parlement zou antwoorden op vragen met betrekking tot verschillende ontwikkelingen de afgelopen dagen. De voorzitter sprak de hoop uit dat de verdaagde vergadering de komende week wel wordt voortgezet. Volgens Simons heeft het parlement nog andere agendapunten die eveneens behandeld moeten worden. En om de president te dwingen verantwoording af te leggen over het ontslag van de voormalige ministers Ramon Abrahams en Jean-Marc de Cromosuto, zal de Nieuw Front-fractie geen quorum verlenen aan vergaderingen van het parlement. Er is volgens de oppositie te veel onduidelijkheid ontstaan in de samenleving, maar ook bij departementsdirecteuren en andere leden van de regering, over de aangekondigde veranderingen op ministerieel en directeursniveau. Dit werkt volgens het Nieuw Front verlammend op het landsbestuur. De openbare vergadering vandaag is de eerste die kampte onder deze boycott. Nieuw Front fractievoorzitter Rajkumar Ranjit Singh legt het standpunt van de oppositie toe. Wij ons niet laten afleiden. Dit land zit in grote problemen. Het land is bijna stuurloos op dit moment. Belangrijke ministers zijn weggestuurd. Niemand weet waarom. Niemand weet wat vandaag, morgen, overmorgen gaat gebeuren. Wij willen dat onder de aandacht van de samenleving brengen. Daarom zijn we dus daar niet geweest en wij leggen deze verklaring daarom aan. Dat de lucht rond deze kwestie nog niet is geklaard, bleek ook uit de houding van leden van de coalitie en ministers die naar het parlement waren gekomen om de vergadering bij te wonen. Voor commentaar werd vooral verwezen naar het staatshoofd of de lippen werden stijf op elkaar gehouden. Alleen de ministers Suwarto Mustaja van Binnenlandse Zaken en Michel Blokland van Volksgezondheid waren bereid voor de camera te reageren. Ik ben lid van een team en als je te horen krijgt dat het team met jouw persoon erin mag doorgaan, dan gaat het werk gewoon verder. Dus voor mij is er niks veranderd. Ik werk zoals ik startte in augustus 2010. Ik ben van mening dat wij in het algemeen, dus ook wat betreft de comptabele regels van dit land, wat betreft het overheidsbestuur en ga zo maar door, dat wij eigenlijk ons moeten afvragen, kan dat nog zo doorgaan? Maar om alles af te schuiven op de min-fin, zodat vind ik niet collegiaal zijn en niet eerlijk zijn. Ik weet het niet. Ik heb helemaal geen ander bericht gehad dan dat ik gewoon mijn werk moet doen. Laat me zeggen, ik werk totdat ik teruggeroepen word. De bedoeling is dat de volksvertegenwoordiging bij elkaar komt om de belangen van het volk te behartigen. Meer nieuws uit het parlement, want vandaag is in een speciale sessie nadere informatie gegeven over de vorderingen die tot nu toe zijn geboekt bij het instellen van een waarheidscommissie. Op 5 april 2012 werd de amnestiewet aangenomen en als voortvloeisel daaruit is een commissie door DNA benoemd die de instelling van dit instituut moet voorbereiden. We hebben nu een meeting met de deskundigen van de commissie die zich bezighoudt met het onderzoek naar de wet op de waarheidscommissie, de voorbereidende commissie. Hun deskundigen zijn nu bezig verslag te doen aan het parlement over alles wat er is gedaan tot nu toe en hoe ze dan denken verder te gaan. We waren even gestopt in verband met het feit dat de OAS ook ons zou helpen met het houden van een activiteit rondom deze kwestie, maar Suriname verschilt nogal van wat er in andere landen is gebeurd. Dus we horen van ze. Ricardo Panka, de fractieleider van de megacombinatie, benadrukte dat de commissie nog steeds in de voorbereidingsfase verkeert. Omdat het om complexe materie gaat, wordt alles zorgvuldig aangepakt. Nou, de commissie heeft een plan van aanpak samengesteld.
En op basis van dat plan van aanpak zijn we dus bezig de zaken rustig voor te bereiden. Het is een stap in de goede richting, omdat u weet dat dit proces door middel van de wet, de amnestiewet, aangegeven is in artikel 4, dat wij moeten komen dus tot een waarheids- en verzoeningscommissie en dat door de Nationale Assemblée een voorbereidende commissie is ingesteld om tot dat moment te komen. De Nieuw Front-fractie weigerde vandaag om de sessie bij te wonen, omdat ze van oordeel is dat het om een nietige actie gaat. Aan DNA-voorzitter Simons is daarom een brief geschreven waarin wordt gevraagd om alle activiteiten in verband met de oprichting van de waarheidscommissie stop te zetten. De wet is nietig omdat volgens onze wetgeving in dit land een wet dat in strijd is met de grondwet, in strijd is met internationaal recht, in strijd is met verdragenrecht, nietig is. Deze zaak ligt bij de rechter en je mag dus daar niet aan komen. Wij vandaag nog de voorzitter gaan vragen via een schrijven om in het parlement de nietigheid van deze wet vast te stellen. Waardoor al dat gedoe wat er nu gebeurt met de waarheidscommissie. Mensen zijn vermoord, mensen zijn gemarteld. Wat voor waarheidscommissie zoekt u? Waarheidscommissie in ons rechtssysteem vinden we bij de rechter. Simons verschilt echter van mening met Ranjit Singh en vindt dat de bijeenkomst dé plek was om kanttekeningen te plaatsen. De oppositie ontbreekt, wat zegt dat u? Ze ontbreken altijd. Dus wat moeten we doen? We moeten gewoon verder gaan ermee. Ik denk dat als je als parlementariër bent, ook als je mensen vertegenwoordigt die niet eens zijn met iets, moet je er altijd bij zijn om je zegje te kunnen doen. Maar dat is mijn mening. Het zal nog enige tijd duren voordat de conceptwet voor instelling van de waarheidscommissie, die onderzoek zal doen naar vermeende mensenrechten schendingen, naar het parlement wordt opgestuurd. President Desi Bouterse heeft voor een week de beschikking over de Airbus A340 van de SLM. Op zaterdag 22 juni vertrekt het staatshoofd voor een werkbezoek naar China, waar het toestel op hem zal wachten om hem daarna te vervoeren naar Nicaragua, waar hij op 29 juni de Petrocaribe Summit zal bijwonen. In een telefonische reactie tegenover de STVS zegt SLM-directeur Ewald Henshuis dat het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij op de Amsterdamroute niet in gevaar komt. De recent gesloten overeenkomst met Euro-Atlantic komt nu goed van pas. Die voorziet erin dat, indien nodig, de SLM op tijd over een vervangend vliegtuig kan beschikken. De vorige week ging Henshuis al in op de inhoud van deze overeenkomst. We hebben al zo'n contract met Arkefly, die dus eigenlijk bij een eventuele probleem met onze machine naadloos kunnen invallen voor ons. Euro-Atlantic, die hebben dus in hun vloot de 777 en de 767. En we gaan dus nu vastleggen in een contract dat wij ze als backup kunnen gebruiken op de route Amsterdam-Paramaribo vice versa. Inmiddels is via deze overeenkomst een Boeing 777 ingehuurd die tussen 22 en 29 juni de route Amsterdam-Paramaribo vice versa zal onderhouden. Het toestel heeft een capaciteit van 319 stoelen en de SLM garandeert dat gedurende deze periode de kwaliteit en dienstverlening gegarandeerd blijven. En er is geen reden tot paniek met de nieuwe douanemaatregel. Dat zegt minister Adelien Wijnerman van Financiën. De nieuwe maatregel houdt in dat de Zwitserse organisatie SGS controle zal uitoefenen bij het laden van goederen die Suriname als eindbestemming hebben. Gisteren heeft de minister het tripartietoverleg hierover geïnformeerd. Tijdens de bijeenkomst zijn de zaken aangaande de nieuwe maatregel uitvoerig besproken. Wijnerman zegt dat de nieuwe regeling voor een stukje efficiëntie zal zorgen, vooral bij de afhandeling op onze haven. Is een maatregel wel getroffen werd voor een controle bij de lading van, of ja, bij de inlading van goederen vanuit het buitenland.
En er komen geen extra kosten voor de export, voor de importeurs daarbij kijken. Dus het zou niet moeten leiden tot prijsverhogingen hier te landen. Dat hebben we besproken met ze. Natuurlijk waren er toch wel nog wat zorgpunten. In die zin dat uiteindelijk natuurlijk de vakbeweging heeft aangegeven. Wij moeten dan wel iets kunnen doen aan onze prijzen. Want hoe dan ook, wat je ook doet, welke maatregelen je ook soms treft. Op een of andere manier leiden ze toch altijd tot prijsverhogingen. Dus hun bezorgdheid is op een gegeven moment, hoe gaan wij dat in toom kunnen houden? Dus de controle, een goede controle op de prijsverhogingen. En dat is wat wij uit het gesprek van gisteravond hebben kunnen destilleren. Wilgo Bilkerdijk, die namens de ASFA deelneemt in het tripartiet overleg, zegt dat de bedrijvenorganisatie niet tegen controle en vernieuwing is. De overheid moet aan vernieuwing van de douanedienst werken in plaats van met deze maatregel te komen. Ook met nadruk aangeven aan de minister. Maar minister, we hebben enkel en alleen maar u willen behoeden voor een ellende die opkomst is. Want dit gaat ellende en met zich mee brengen. Je moet zich zo voorstellen, de SGS-controles, de pre-shipment-controles, daar gaat er altijd een tijdsfactor in zitten. En alleen in Suriname kost tijd geen geld. Toch? Maar in het buitenland is tijd geld. En het bedrag dat je betaalt aan de inspectie zelf, het is 1-3% van de waarde, dat komt op het product. Want er wordt gezegd van nee, dat gaat de leverancier betalen. Maar de leverancier is toch geen idioot? Als het in zijn prijs komt, schuift hij het door naar de opkoper in Suriname. Dus zo simpel is het. Dus het wordt duurder. Aan de andere kant is ook al gezegd van de overheid betaalt dus de kosten voor SGS. En dat is eigenlijk, dus nu heeft de minister nadrukkelijk gezegd van het komt bij op $1.5 miljoen per maand. En dat gaat dus voor 18 maanden lopen. Maar die kosten komen ook uit staatsmiddelen. Ze worden niet geklopt uit de minister de tas of uit van een of ander ambtenaar die daar uit zijn geld de betaling gaat verrichten. Het zijn overheidsgelden, het zijn belastingsgelden die worden gebruikt. Dus het is niet anders dan dat de samenleving het betaalt. Zowel Bilkerdijk als Wijnerman geven aan dat er in de afgelopen periode zaken mis zijn gegaan bij de douanedienst. Maar er wordt gewerkt aan een stukje verandering, zegt de minister verder. In plaats van deze nieuwe regel zou de overheid moeten werken aan nieuwe wetgeving, zegt de ASFA-voorzitter. Deze nieuwe regeling zal volgens hem voor prijsverhoging zorgen in de komende periode. Wijnerman zegt verbaasd te zijn over de reactie vanuit het bedrijfsleven. ...17 juni ingegaan en de bedrijvenorganisatie zegt dat er middels dialoog geprobeerd zal worden om de overheid op andere gedachten te brengen. Minister Adeline Wijnerman vindt het niet gepast dat de schuld op haar geschoven wordt als projecten van collega's niet worden of niet kunnen worden uitgevoerd. De financiënminister merkt op dat er comptabele regels zijn waarmee er gewerkt moet worden en dat deze niet overgeslagen kunnen worden. En er wordt steeds gezegd, het ministerie van Financiën geeft geen middelen op tijd vrij. Maar we hebben ook aan de verantwoordelijkheid en dat is letten op onze macro-economische klimaat. En u weet, recentelijk was nog de klacht van we hebben niet voldoende middelen om zaken te kunnen realiseren. En dat had allemaal natuurlijk te maken als je op een gegeven moment één keer een bunch aan uitgaven hebt. Toch? Ik zei het al in een eerder stadium, dus dat wij uitgaven doen toch? Op basis van de inkomsten die we hebben. En die inkomsten komen niet simultaan toch? Met uitgaven. En je hebt altijd minder inkomsten op een bepaald moment dat je uitgaven hebt. En je moet daarop letten. En dat is een taak van het ministerie. We moeten erop letten. Als we voldoende middelen hebben, dan kunnen we uitvoerders voeren. Zodat ik ook niet meer het probleem krijg van zaken kunnen niet betaald worden. Alleen omdat we geen rekening daarmee hebben gehouden. We hebben ook in vroeg stadium gezegd, we willen een stukje cash management uitvoeren. En dat betekent, je gaat kijken naar, heb ik voldoende liquide middelen? Niets met de begroting te maken, heb ik voldoende liquide middelen? Kan ik op dat moment zaken realiseren? En natuurlijk heb ik de klacht gehoord natuurlijk. Maar soms vraag je af, is het gegrond of is het ongegrond? Ik heb vaker aan mijn collega's gezegd, als je vindt dat er een probleem is, laat mij dat weten, toch? De mensen die het voeren uit. En de collega's die natuurlijk de moeite nemen en natuurlijk bellen en vragen. Ik heb zoiets, het heeft voor mij, kan je ernaar kijken? En dan kijken we er samen naar als er een probleem is. Als ik zeg van, nou, je stuk is er wel, maar het ontbreekt
of er, het is niet vol, het is niet onjuist. Je krijgt hem terug, corrigeer en dan wordt het. En in andere gevallen wordt het natuurlijk direct uitgevoerd. Ronnie Brunswijk klaagde gisteren dat ministers hun werk niet naar behoren kunnen doen omdat financiën het geld niet op tijd vrijmaakt. Bewindslieden kunnen buiten hun schuld om hun werk niet doen. De accommodatietopman merkte ook op dat alle raadsvoorstellen voor het uitvoeren van projecten reeds klaar liggen. Maar projecten kunnen niet worden uitgevoerd omdat de middelen niet vrijkomen. Het inzetten van Matawa-jongeren om andere leeftijdsgenoten met sociale projecten te begeleiden is de beste methode om belangrijke plannen in het Matawa-gebied te realiseren. Dit is het doel van de jongerencommissie van de stichting Nieuw Jacob Kondre, die onlangs met een sociaal-educatief project in het gebied is gestart. De commissie is momenteel bezig zoveel mogelijk jongeren van Nieuw Jacob Kondre en omliggende dorpen te informeren over studiemogelijkheden, investering en budgetteringsbewustwording, sportaangelegenheden en recreatie voor en door de jeugd. Wat zijn de problemen waarmee de dorpsbewoners van Nieuw Jacob Kondre en met name de jeugd zitten? Na eerdere pogingen door verschillende organisaties lijkt het nu wel moeizaam van de grond te komen. De ontwikkeling van de jongeren in het Matawai-gebied wordt zichtbaar. 14 van hen zijn ongeveer 3 maanden geleden speciaal voor dit traject ingezet door de stichting. Vorige week is een deel van de commissieleden naar het gebied afgereisd om de pijnpunten onder de jongeren in kaart te brengen. De status van de jeugd hier in het dorp is een beetje laag. Waarom ik zeg dat het laag is? De kinderen hebben geen recreatie. Alleen de rivier is hier dat ze zich kunnen ontspannen. Maar er moet meer komen. De jeugd heeft meer nodig. Filmavonden kunnen ze ook hier organiseren. Een basketbalveld bijvoorbeeld, voetbal. Een paar dingen organiseren voor ze, zodat ze een beetje vrij kunnen voelen. Dat je niet naar de stad hoeft te gaan elke keer. Maar je kan je nog hier zo een beetje vrij voelen. Dus er moet meer activiteit komen voor die jongeren hier in het binnenland. Er zijn heel veel jongeren van Matawa in de stad en ze kennen hun dorp niet. En ik bijvoorbeeld, ik ken mijn dorp niet. En welk dorp is dat? Piety, mijn moeder is van Piety. Ik weet niet waar het is. Dus wat we willen doen is bijvoorbeeld jongeren van Matawa bijeentrekken. De jongerencommissie gaat doelgericht voor de ondersteuning van het plan van de ouderen dat evenwijdig loopt met de visie over de verdere ontwikkeling van het Matawai-gebied. In dit kader wordt speciaal voor het gebied een project geschreven dat in zekere mate goede invulling kan geven aan het inlopen van de achterstand. Onze missie is dat de jongeren van het Matawai-gebied bewust moeten worden van alles wat er in ons land afspeelt. Het belangrijkste is ontwikkeling te brengen in dit gebied, het Matawai-gebied. En zoveel mogelijk workshop, et cetera, doen om dit gebied meer bekendheid te geven, om zodoende meer ontwikkeling te brengen naar dit gebied. Hoe meer de jongeren worden geïnformeerd over de vele mogelijkheden, hoe bewuster zij hun keus kunnen maken. De goudsector, die zeer aantrekkelijk is geworden voor vele jongeren in het binnenland, is volgens de commissie niet negatief, maar de nodige begeleiding laat flink te wensen over. Stel je voor, iemand heeft iets wat geld uit de goudsector en nu wil hij het in iets investeren, dan zijn wij de jongeren die hem gaan begeleiden en met workshop de richting geven hoe hij het moet doen en op welke manier, op welke wijze hij het beter kan doen. Zodat hij weet van hey, morgen en overmorgen heb ik nog wat over, dan kan ik wel vrij leven, aangezien de hoofdsector wel ten einde komt. Wat ik in gedachten eigenlijk heb, is dat er een soort bigisma score kan komen voor deze jongeren. En bijvoorbeeld die leerkrachten die hier zo zijn, toch, dat ze misschien naast hun dingen, een vrije tijd, dan ook naast hun schooltijden, dan misschien een dag, als de regering dat kan doen, dat die jongeren van het binnenland dan dingen krijgen, zodat ze naar school kunnen gaan. Dus een soort opleiding. Denk je dat veel jongeren gemist hebben, de school? Jawel, een heleboel. Die go to Antagoa Gombasu, Kabata Kabanangwe. Dus enige dat ik de bakken mee, palimi, buta bakken, dat ik de wakker go to, fake thing. Doe auto zo'n neremie vistaki, ai. Je qua Facebook zo'n fee.
In de najaarsvakantie wil de jongerencommissie met ondersteuning van de stichting Nieuw Jacob Kondre en de Matawai gezagdragers een vakantieplan uitvoeren. Ook de CARICOM jeugdambassadeur Reinel Enfield en zijn officers hebben aangegeven samen te werken aan de doelstellingen van de jongerencommissie Nieuw Jacob Kondre. Leerlingen van de basisschool hebben vandaag slavenspelletjes van vroeger nagedaan. De leerlingen zijn uitgenodigd door de afdeling cultuurstudies om mee te doen. Vroeger werden spelletjes door de slaven gespeeld om op een gedekte wijze boodschappen aan elkaar door te geven. Humbert Oosterwolde, die cultuuronderzoeker is, geeft sinds 1997 culturele lessen. Het Kanga-spel is voorgedragen in Fort Zeelandia. Onder dit spel vallen verschillende slavenspelletjes en Oosterwolde gaat daarop in. Het is namelijk zo dat de studenten, de middelbare scholen, ze hebben opdracht gekregen van hun docenten om op onderzoek te gaan over onze cultuur. En ze hebben dan gekozen voor de Kanga-spel. Kanga-spel werd vroeger gespeeld tijdens de slavernij, wanneer de slaven dan vrij kregen van hun meester of meesteressen. En dan gingen ze dan deze spelletje spelen met de kinderen van hun. Maar het was ook een soort politieke streek. Want tijdens het spelen van deze spelletje gingen de slaven dan wegvluchten. Niet op dat moment, snap je? Zeg van vandaag hebben ze dan vrijgekregen, dan gaan ze vandaag weg. Weet je, maar Bikki Brasani. Of volgende week gaan we weer spelen. En volgende week, want ze mochten dan niet met elkaar praten. Dus als je dan de gelegenheid hebt gekregen om dan met elkaar te praten. En dan gingen ze dan afspraken maken. Een groep studenten van het Middagpedagogisch Instituut wordt ook door Oosterwolde begeleid als het gaat of op het gebied van culturele zaken. Ze hebben van hun muziekdocent de opdracht gekregen om de Surinaamse cultuur te onderzoeken en ze kozen voor het Kanga-spel. Milieuverontreiniging door middel van kwik heeft vele nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens en moet niet onderschat worden. Tot deze conclusie is Erland Sleur gekomen nadat hij via zijn stichting onderzoek heeft gedaan in het zuiden van ons land. Sleur geeft aan hoe de kwik voor milieuverontreiniging zorgt. Dus het kwik komt eigenlijk op verschillende manieren in ons milieu. Zowel via het verbranden, waarbij het dus in de lucht komt. En als het eenmaal in de lucht is, dan verplaatst het zich hier en daar. Maar het komt weer met regens. De zware regens komt het weer naar beneden. Het koelt af, het condenseert. En dus overal wordt het verspreid in ons binnenland. En door allerlei kreekjes en noem maar op, verzamelt het zich weer in de grotere wateren, rivieren. En daar wordt het vooral opgenomen door vissen. Maar niet alvorens het wordt omgezet door bacteriën die dat omzetten in het organische kwik, methylkwik. En waardoor het makkelijker door het lichaam wordt opgenomen. Zowel bij vissen als bij de mens. Als mensen dus die vissen eten. Het zijn vooral de inheemse en marongroepen die vaak door kwik aangetaste vis eten. Met alle gevolgen van dien. Kwik is een stof die een negatieve invloed heeft op het zenuwstelsel. Ook kunnen kinderen met afwijkingen geboren worden ten gevolge van kwikvergiftiging. De stichting probeert door posters de mensen bewust te maken over de gevolgen van kwikopname door het lichaam. De stichting van Erland Sleur is ook bezig met een project dat moet resulteren in het aanbieden van schoon en veilig drinkwater aan mensen in deze gebieden. En Surinaamse componisten hebben nog 10 dagen de tijd om hun songtekst in te leveren voor deelname aan de CARICOM compositiewedstrijd. Meer dan 20 personen hebben interesse getoond voor deelname door een informatiepakket met instructies af te halen bij het directoraat cultuur. Alle lidstaten van de CARICOM mogen deelnemen aan deze wedstrijd. De componist met het winnende lied krijgt een bedrag van $10,000. Voor de tweede plaats is er een bedrag van $5,000 gereserveerd, terwijl de derde winnaar $2,500 krijgt. De compositiewedstrijd werd 2 maanden geleden gepresenteerd. Het lied moet de regionale waarden en eenheid promoten en de Caribische identiteit en trots inspireren. Belangrijk is dat het muziekstuk de geschiedenis, de tradities en de strijd van de Caribische volkeren weergeeft.
Ook de oproep tot natievorming moet voorkomen in elke inzending. De sluiting voor deelname is vastgesteld op 28 juni deze maand. Daarna zal een jury de inzendingen beoordelen. En elk land mag 6 composities indienen bij het CARICOM-secretariaat. Dat was het dan voor wat betreft mijn bijdrage vanavond in het journaal. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.